meteen een bril meenemen? Heeft het nodig straks. We gaan vandaag met een aantal prijswinnaars gaan wij naar een unieke gelegenheid kijken, namelijk de eclips vanuit de lucht boven de Faroe-eilanden. Dus anders dan in Nederland waar die maar 84% is, gaan wij naar een 100% eclips kijken. Toen ik de eerste mail kreeg dat ik gewonnen had, dacht ik, nou, volgens mij is het een grapje. Nee, we hebben niet geslapen. Nee, we zijn in één keer doorgegaan. We komen aan het hoge noorden, dus we moesten een stukje rijden. Wat ik straks verwacht, ja, nou, iets bijzondere ervaring te gaan meemaken natuurlijk. Goedemorgen. De totale vliegtijd van deze vlucht zal zo'n 4 uur en 30 minuten bedragen. We zullen u daar waar mogelijk zoveel mogelijk op de hoogte houden van het verdere verloop van de vlucht. En uiteraard worden we ook daarin bijgestaan door onze speciale gast vandaag, André Kuipers. Als je op de grond staat, dan heb je totale zonsverduistering van 2 minuten en 27 seconden. In het vliegtuig krijgen we er even 22 minuten. Want we vliegen met de zonsverduistering mee. Ik vond het echt geweldig om het gewoon zo mee te maken en op zich zo dichtbij vergeleken met de mensen die op de grond staan. Ja, het is fenomenaal. En dan ineens voel je dat je onderdeel bent van iets veel groters, onderdeel van het zonnestelsel. Dat weet je wel, maar je ziet het niet. De aarde is plat, de lucht oneindig, er staat de zon. En nu ineens zie je een ander hemellichaam ervoor schuiven. Heel bijzonder. En wat we vanuit hierboven konden zien was dat de horizon helemaal oranje kleurde. Dat was zo prachtig, echt heel mooi. En om te huilen, man. En om te huilen. Heeft het traantje gelaten? Ik had de tranen in de ogen, ja. Zo mooi, ja. Het was ons een groot genoegen om deze vlucht samen met u te mogen uitvoeren. We gaan hem nooit meer vergeten. Voor straks wel thuis. Dank u wel. Tot ziens. Wel thuis. Doei.